Welkom allemaal weer bij deze gloednieuwe video op het YouTube-kanaal van Bordan. Ik ben er vandaag opnieuw bij met de carrière met Tour de Tittema Unibet Cycling Team. En vandaag gaan we de laatste voorbereidingskoers rijden op het voorjaar. En beginnen doen we met de Gravel & Tar, onze eerste eendagskoers van het seizoen. Een koers in Nieuw-Zeeland met gravelwegen, dus een hele leuke voorbereidingskoers op het voorjaar natuurlijk. 135 kilometer en Harry Tenfield, zoals we hier kunnen zien, is een van de favorieten. Voor vandaag. We hebben ook nog Davide Bomboy, Kevin Inkelaar, Jordi Bouts, Wouter Toussaint en Abraham Stokman bij. Dus een hele mooie selectie om hier een mooi resultaat te rijden in de Gravel & Tar. En we gaan er meteen aan beginnen. En we zijn vertrokken en Harry Tenfield die heeft een fantastisch mooie dag met een plus 3 dag. Kevin Inkelaar die is wat minder, min 3. Dat zie je ook aan zijn statistieken, die zijn heel wat slechter dan zijn basisstatistieken. Dus die gaat vandaag een knechtende rol spelen voor Harry Tenfield. En Jordi Bouts, onze sprinter eigenlijk voor vandaag, die heeft ook zeer goede stats met zijn plus 1 dag. Toch ook een kanshebber voor vandaag. Dus die gaan we ook beschermen. En dan Stokman, die gaan we denk ik mee sturen in de vroege vlucht. Die kan wel iets betekenen vandaag met zijn 70 hardrijden. Dus die gaan we proberen mee te sturen hier samen met Hayden Smith onder andere. En het ziet er naar uit dat hij ook effectief mag wegrijden. Hij krijgt daar nog Palmer en Borry mee in het wiel. En dan gaat hij daar proberen dat gat dicht te rijden naar die twee. Dat lukt. En dan zijn ze hier met 5. Dan komen er daarachter ook nog een aantal renners die wel niet weg mogen. Rijden er nog 2 voorop. Met deze vlucht van 7 hopelijk mogen we wel weg. En zijn we dan hopelijk weg voor de rest van de koers. We zijn nu aangekomen bij de steilste gravelstrook van de dag. En dat is ondertussen ook al in de finale van de koers nog een dikke 40 kilometer. De vroege vlucht hier van 7, daar gaat de eerste renner nu uit losse. Stokman moet hier een serieus tempo rijden om dat tempo van Onaka te kunnen volgen. In het peloton zijn ook de eerste aanvallen geweest, die zijn net gepareerd. Onze renners zitten goed vooraan om deze strook mee te overleven. We gaan zelf geen tempo maken, maar we gaan hier met Stokman zeker ervoor zorgen dat we hier vooraan blijven zitten. Dat lukt nu ook. Met 6 zijn we nog. Enkel Hayden Smith is moeten passen, die wordt nu ingehaald door Prades onder andere. En het peloton die laat voorlopig begaan nog altijd 1,55 voorsprong voor de vlucht waar nu Stokman tempo gaat maken. Maar dat mag iets zachter. En dan ja, deze gravelstrook die blijft nog een vijftal kilometer duren. Dus dat wordt ongetwijfeld nog interessant. En nadien volgt natuurlijk ook nog een zware gravelstrook van een tiental kilometer. En dan nog een aantal heuveltjes. En dan gaan we richting de finish. Dus er staat nog heel wat op het programma. Stokman, doe maar rustig aan. Ga ook nog maar eens drinken halen. Voilà, en dan gaan we rustig verder rijden richting de streep. Stokman is nu bijgerekend en dan komen daar de eerste aanvallen meteen. Of ja, het is daar Stites die daar gaat aanvallen. Dan gaat Stokman hier het tempo bepalen in het peloton. Rijdt hij daar even weg. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. 25 man en hier vanachter zit er een aantal herkers bij. Dan ga ik nu gewoon mijn treintje opstarten. Een Bomboy die zit bijna leeg, daar komt nu het steile stuk. Dan moet ik zien dat ik daar goed vooraan zit. Daar rijdt er een aantal renners weg. Dan moet ik zelf de oversteek maken natuurlijk. Zit ik daar wat ingesloten. Dan doet Bomboy dat uitstekend. En dan komt hier nu de gravelstrook. En dan ga ik nu proberen met Tenfield en Bouts de overstap te maken naar vooraan in de koers. Dan gaan we daar met 2 proberen weg te rijden. Dat lukt. En dan moet Harry Tenfield gewoon tempo maken. Dan zijn ze dan met 2 weg. En dan ga ik ze samen laten rijden. En dan denk ik wel dat de overwinning hierin zit. En gaat dat dan ook nog een mooi 1-2'tje worden. Dat zou fantastisch mooi zijn. Dan, ze reageren niet in het peloton, dus ik denk dat we weg zijn. Het is hier ook natuurlijk dalende lijn, dat helpt. Nog 8 man hier. Dan gaan ze nu wel op 99 rijden. Komt daar nog zelfs een versnelling, daar ga ik zelf iets versnellen met Tenfield. Townsend komt daar nog af. En die komt heel snel, maar die gaat er niet meer geraken. Dan gaan ze hier sprinten voor de zegen. Gaat het Tenfield worden of gaat het Bouts worden? Ik denk dat het Tenfield gaat worden. Jawel.
Een heel sterke overwinning van Tenfield bouwt tweede. En Townsend die gaat derde worden. Maar Harry Tenfield scoort zijn eerste overwinning van het seizoen voor de ploeg. Fantastische uitslag. Bomboy die gaat hier zelfs nog in het peloton eindigen. Dat heeft hij ook fantastisch mooi gedaan. En dan is het wachten op de rest. Gaat er nog 18e worden. Fantastisch mooie uitslag voor de jonge Belg. En dan hebben we opnieuw een 1-2'tje op zak. Net als in de vorige aflevering hebben we dat ook een keer gedaan. Een 1-2'tje. En vandaag is het Harry Tenfield die de handen in de lucht mag steken. En weer een overwinning erbij voor Tour de Titma. En dan gaan we meteen verder met de Vuelta San Luis. En ook voor deze koers hebben we een hele mooie selectie samengesteld. We hebben Joren Bloem, onze sprintaantrekker, voor Martijn Budin, onze sprinter. We hebben ook nog Thomas Copecci, de winnaar van de Ruta del Sol, denk ik dat het was. Helemaal in het begin van het seizoen. Die ook deel zal uitmaken van onze sprinter. En dan heb ik nog Bas Tieteman natuurlijk, Jentel van de Velde. En nog Hartijs de Vries, ook een zeer goede sprinter die ook mee in de sprinter aan kan. Dus we hebben een zeer sterke selectie hier voor deze vijfdaagse rittenkoers. En beginnen doen we met een vlakke rit. En ook nog een kleine heuvelrit die wellicht ook op een massasprint zal eindigen. We hebben dan ook nog een tijdrit van 12 kilometer. We hebben dan een soort heuvelrit waarvan ik ook wel denk dat het een massasprint zal worden. En dan uiteindelijk nog een vlakke rit om af te sluiten. Dus heel wat sprints die hier vandaag of die in dit rondje gereden zullen moeten worden. En daarom hebben we dus deze zeer sterke selectie bij. En gaan we kijken of dat we ook opnieuw dit rondje kunnen winnen. Net zoals helemaal in het begin van het jaar. Heel wat renners met een slechte dag vandaag. Dat is natuurlijk niet ideaal. Dus ga ik ervoor kiezen, denk ik, om niemand mee te sturen in de vroege vlucht. We gaan Bas Budding laten beschermen. En we gaan ook Van de Velde laten werken voor Joren Bloem. En dan gaan we Hartijs, De Vries en Kopecky aan de kant houden. En dan ga ik vandaag niemand mee sturen in de vroege vlucht. 7 kilometer nog. En Bas Tietema die brengt onze trein naar voren. Dan komt nu daar Thomas Kopecky, die daar de rest van het werk moet doen in de sprintvoorbereiding. We zitten daar wat ingesloten op links, dus gaan we even naar rechts schuiven. Dan moeten De Vries dat ook doen, Bloem en Budding moeten dan komen. We zitten dan nu in het wiel en dan kan ik er tempo inleggen met Thomas. En dan hopen dat onze sprinttrein hier niet uit elkaar valt door dat bochtenwerk bij die rotonde. Dan ga ik nu met De Vries gaan. Bloem die zit niet perfect in het wiel. Die komt nu dan. En dan zit Budding ook niet echt in het wiel. Die zit heel ver. En dan gaat Bloem het zelf moeten doen. Gaat Bloem het zelf kunnen afmaken. Hij gaat hier winnen. Joren Bloem. Jawel, hij pakt de eerste overwinning in de Vuelta San Luis. Mooie overwinning. Budding die sprint dan nog naar een zesde plek is het uiteindelijk. En ook De Vries en Kopecky die eindigen goed voorin van de velden. En Tietema die eindigen hier ook nog mooi mee in het peloton. Dus alweer een overwinning voor Tour de Tietema. En een mooie sprint. Het was eigenlijk niet de bedoeling om met Bloem hier te winnen. Hij was eigenlijk de aantrekker voor Budding. Maar Budding die zat niet perfect in het wiel. Dus zag Joren Bloem zijn kans zelf. En hij rondt het hier ook perfect af. Natuurlijk de tegenstand is hier niet super hoog. David van der Poel hier met 72 sprinten. Maar voor de rest is het eigenlijk een niet al te best deelnemersveld. Dus hij heeft hier ook natuurlijk wel zijn kansen met zijn 70 sprinten. Maar hij heeft dat toch mooi afgerond. En dan is het misschien wel Joren Bloem die hier uiteindelijk de kopman zal worden in dit rondje. Maar alles zal natuurlijk afhangen van die tijdrit van 12 kilometer. Wie dat daar het beste uitkomt en wie dat dan het meeste kans maakt op die eindoverwinning voor onze ploeg. En dan gaan we nu vooral beginnen aan rit 2. Opnieuw heel wat renners weer met een negatieve dag. Maar Bas Tietema die heeft een plusdag. Dus dat is heel mooi voor hem. Na zijn min 3 dag van gisteren. En lijkt het mij dus de ideale renner om mee te proberen sturen in de vroege vlucht. Hij zit hier natuurlijk wel voorlopig nog even ingesloten. Kan hier niet echt opschuiven in dit peloton. Ondertussen zijn ze voorin aan het aanvallen. Dus dan moeten we hopen dat het peloton voorlopig alle gaten dichtrijdt tot als Bas helemaal vooraan komt aansluiten. En dan kan hij zelf ook proberen mee te gaan in de vroege vlucht. Ondertussen ga ik de juiste renners laten beschermen. We gaan hier Hartijs de Vries dan Bloem laten beschermen. En Kopecky die mag in de wielen zitten. Ondertussen is Bas daar helemaal vooraan geraakt. En gaan ze daar nu opnieuw aanvallen. En dan is de vraag natuurlijk, gaan ze dat laten gebeuren? Nee, dus dan gaan we nog even wachten met Bas. We hebben nog 33 kilometer tot de eerste bergsprint. Dus we hebben nog wel tijd om in de juiste ontsnapping te geraken. Dus dat gaan we nu ook proberen. Voilà, daar gaat Bas Tietema. En
hij rijdt er nu naar de twee voorin, maar die zitten al aan het harken, dus is het denk ik best als hij zelf gewoon doorzet. En dan zelf ziet hoe ver dat hij kan komen. Het is nog 10 kilometer tot aan die klim. En we zijn hier voorlopig met vier weg. Die mogen hier allemaal weg. Nu, die Argentijn hier, die zit al te harken, dus daar gaan we niet al te veel van moeten verwachten. Maar die twee anderen die hier zitten, die zouden wel mee moeten kunnen rijden. We laten ze hier nu terugkomen en dan kunnen we hier met drie samen rondrijden. Een mooie voorsprong pakken en zelfs sprinten voor de bergpunten. En dan hopen, zien of dat ze hebben zelf alle twee nog geen punten gepakt. Dus het ligt hier helemaal open, het bergklassement. Dus gaan we proberen zoveel mogelijk punten te spokkelen. Vandaag drie kansen op drie punten. Dus maximaal 9 punten te verdienen vandaag. Het is een mooie bonus voor de komende ritten. Daar komt sprint nummer 1. En dan gaat Bas die winnen. Jawel, Bas de bergkoning. Pakt hier de eerste punten van de dag. 3 punten voor hem. Staat nu samen mee aan de leiding met Siebe de Weert. En dan zijn er hier nog 6 punten te verdienen later. We gaan nu naar die tweede sprint. En dan gaan we opnieuw proberen met Bas eerste te worden. Maar daar is het zij aan zij. En dan wordt Bas tweede, denk ik. Jawel, tweede. 5 punten voor hem. Maar ook voor de Chileen, Manuel. Dus wordt het alles beslist in die laatste sprint. Als we dat natuurlijk raken, dat is nog 60 kilometer. Niet gemakkelijk. We hebben nog 4,5 minuut voorgift op het peloton. Waar ze nu wel tempo aan het maken zijn. Met Ryan Christians. Dus het wordt niet gemakkelijk om die sprint te halen. En dan wordt het afwachten wie dat er morgen die berg eraan zal dragen. Maar Bas heeft in ieder geval een zeer goede zaak dan vandaag door 5 van de 6 punten te pakken. Eens zien wat er nog mogelijk is. 2 kilometer nog tot die tussensprint. Nog altijd 45 seconden voorsprong. Dus het ziet er wel naar uit dat we nog gaan kunnen sprinten voor die ultieme punt. Maar we hebben niet veel meer over. Dus dan moeten we het slim aanpakken. Dus dan gaan we eerst even in de wielen zitten. En gaan we er nu over komen. En hopelijk lukt dat. Jawel, we gaan hem kloppen. Dus Bas Tietema gaat morgen de punten, of de bergtrui liever, dragen. Hij is hier nu alleen weg, zit helemaal leeg. Maar dat heeft hij fantastisch mooi gedaan. Het peloton gaat hij nu wellicht weldra oppeuzelen. Nog 15 kilometer tot de streep. Dus we gaan ons weer mogen opmaken voor een massasprint. Maar Bas Tietema, die start morgen in de bollen. Nog 6 kilometer. Tietema, die is ondertussen gegrepen. En dan gaan we onze sprint aan met Thomas Kopecky lanceren. We gaan voor Joren Bloem vandaag uiteraard hoe meer bonusseconden dat hij pakt aan de streep, hoe beter natuurlijk voor die tijdrit. Hij heeft zelf maar 62 tijdrijden. Dus lijkt het mij slim om zoveel mogelijk bonificatieseconden te verzamelen. Dus we gaan uiteindelijk weer voor hem. We zetten hem in het wiel van Budding. Daar gaat nu de Vries. 2,5 kilometer nog. Dan gaan we nu aangaan met hem. Dan zit Budding klaar om het over te pakken op 1,5. Dat is nu perfect. En dan gaat hij Joren Bloem lanceren. En dan gaat hij dan zijn tweede winnen? Of komt hij er niet meer over? Het is Budding die gaat winnen. Bloem komt er niet meer over. Het is Budding die gaat winnen. Bloem tweede. En dan hebben we opnieuw een 1-2. Het is het tweede al van deze aflevering na Harry Tanfield. En dan is het weer een fantastische uitslag. Ze hebben ook een kleine voorsprong. Ik weet niet of die gaat meetellen uiteindelijk in de eindafrekening. Dat zullen we weldra zien. Maar een fantastisch mooie prestatie van onze ploeg weer al. Helaas is de tijd of het tijdverschil niet meegerekend. Eindigen iedereen in dezelfde tijd. Maar Bloem en Budding staan er nu mooi 1 en 2 in het algemeen klassement. Bas Tietema die staat 10e overigens. Dankzij zijn bonificatieseconde die hij onderweg heeft gepakt bij de tussensprint. Maar vooral belangrijker, hij draagt de bollen. En dan moeten we nu gaan tijdrijden met Thomas Kopecky. Die de beste tijdrijderstats heeft met 68. Dan zal het van hem moeten komen. Maar in dit deelnemersveld is dat misschien wel voldoende om een hele mooie uitslag te rijden. Hij staat hier toch aangegeven als de derde beste tijdrijder hier aanwezig. Martin Budding, die staat er ook in. Dus is er misschien wel iets mogelijk vandaag met onze ploeg. De eerste die aan de bak mag is Jentel van de Velde. Hij start met 62 tijdrijden. Dus dat is niet natuurlijk de beste start. Maar hij kan natuurlijk wel ons interessante informatie geven over het parcours, waar we wat harder kunnen rijden, waar we iets zachter moeten rijden en vooral hoeveel dat we gemiddeld kunnen rijden. Dus aan de hand van zijn tijdrit kunnen we natuurlijk wel leren voor als onze echte klippers aan het werk moeten. Kopecky, die is aan de volgende. Dus is het niet onbelangrijk dat we nu zo goed mogelijk proberen te rijden en te zien hoe ver we kunnen eindigen. We gaan hier nu stilaan richting die eerste tussensprint.
waar Mendoza voorlopig de snelste tijd heeft. En dan gaan we kijken in hoeverre dat we daarbij kunnen komen met Gentel van de Velde, iemand met 62 tijdrijden. Daar komt nu de eerste en we eindigen op 26 seconden, toch niet heel slecht. Hier is ook natuurlijk een afdaling, dus hier kunnen we wel wat recupereren. Ook wel een interessant gegeven voor deze tijdrit. We zien daar in de verte de volgende al rijden. Dat is Moyata met een 56 hard rijden. Die eindigt op 47 seconden bij het eerste tussenpunt. Dus een mooi mikpunt voor Jente van de Velde. En dan gaan we stilaan richting die laatste kilometer. Het begint hier ook stil op te lopen met 3%. Toch ook niet onbelangrijk. Hier kunnen we misschien straks wel het verschil maken met Kopecky. Dan gaan we nu richting die laatste kilometer. En dan gaan we het op 99 zetten. En dan die eindsprint inzetten. En hopelijk eindigen we zo ver mogelijk vooraan. We eindigen uiteindelijk op 44 seconden. En we hebben eigenlijk een perfecte tijdrit gereden. We zijn 33ste bij het eerste tussenpunt en ook aan de finish. Dus een heel constante prestatie van Jentel van de Velde. Niet slecht gedaan. Nu is het uiteraard aan onze grote man Tomáš Skopečký. En daar gaat hij, onze Tsjech. We gaan hem meteen op 87 zetten. We konden natuurlijk iets sneller starten. Dat hebben we gezien bij Jentel van de Velde. Die nog heel wat over had richting de finish toe. Dus we gaan meteen sneller vandoor gaan. We gaan hier nu een kleine versnelling plaatsen op dit stuk bergop. We hebben natuurlijk die afdaling waar we weer kunnen recupereren. Die komt er nu aan. Voilà. En dan eindigen we als derde aan het eerste tussenpunt op 9 seconden. Dus dan hebben we nog wel wat werk voor de boeg. Willen we aan de streep O als eerste doorgekomen. Benieuwd wat we hier nog aan de streep kunnen doen met Tomáš Skopečký. Gaat hij de eerste tijd pakken of niet? Nee, hij wordt 9 op 26 seconden. Dat is wel een redelijk teleurstellende tijd. Maar goed, niets aan te doen. Bas Tietema, die komt hier binnen op 2.39 met zijn 50 tijdrijden. Is hij natuurlijk geen verrassing, maar dat wil zeggen dat hij wellicht de komende dagen ook wel voor die punt of die bergtrui kan gaan. En dat is een mooie doelstelling voor hem. Martin Budding en Joren Bloem die zijn nog onderweg. Met Joren is het natuurlijk de bedoeling om zo dicht mogelijk bij die eerste tijd te eindigen, dat hij met bonificatieseconden nog wat kan goedmaken in de komende etappes. Maar het ziet er naar uit met zijn 37 seconden aan het eerste tussenpunt dat dat moeilijk zal worden. Gaat hier proberen nog onder de minuut te eindigen. Maar dat wordt geen gemakkelijke opgave. Martin Budding die gaat hetzelfde doen. Die staat natuurlijk tweede in het algemeen klassement. Dus ook hij kan nog iets proberen in het algemeen klassement. Maar het ziet er naar uit dat een eindzege pakken in dit rondje een moeilijke opgave wordt. Budding die gaat hier nu over de streep komen. En hij wordt uiteindelijk 62ste op 1 minuut 17. En daar komt nu ook Joren Bloem. En die gaat nog net iets meer tijd verliezen, denk ik. Die gaat uiteindelijk eindigen op 1.19. 2 seconden verlies nog ten opzichte van Budding. Maar dat wil zeggen dat we natuurlijk wegzakken in het algemene klassement. Tomáš Skopečký die staat nu 14 op 34 seconden. En onze sprinters Bloem die staan op 1 minuut en 4. En Martin Budding op 1 minuut en 8. Van de Velde en de Vries die staan daar ook in de buurt. Dus het ziet er naar uit dat een eindzege zeer moeilijk zal worden in dit rondje. We zijn begonnen aan de heuvelrit. En kijk eens, Bas Tietema die draagt de mooie bolle trui. Kopecky die draagt de jongere trui. Ook een mooie verdienste voor hem. Maar Bas Tietema heeft die bolle trui en gaat die natuurlijk proberen te verdedigen hier vandaag. Heeft een plus 1 dag. Dus opnieuw een mooie stats voor hem natuurlijk. Ondertussen is de vroege vlucht precies heel populair. Heel veel renners willen daarin gaan. En dan is de vraag natuurlijk of dat we meteen gaan meegaan. Daar gaat nu Ruiz rijden. Dus gaan we het even rustig aan doen met hem. En geduldig onze kans afwachten tot we zelf kunnen demareren. Nog 3,5 kilometer tot de eerste tussensprint. En Bas Tietema die ziet zijn kans mooi om nu te ontsnappen. De vroege vlucht buiten één man was net ingerekend. Dus een ideaal moment om er vandoor te gaan. Hij gaat nu doorzetten en hij gaat op weg wellicht naar een tweede plek. Het ziet er naar uit dat hij Klaviyo niet meer gaat kunnen grijpen. Alhoewel, die valt nu wel stil. Dus misschien kan het nog. 99 nu en dan wordt het nog spannend of dat hij die nog kan inhalen net voor de streep. Oeh, het lukt net niet. Net niet, maar wel 2 punten voor Bas Tietema. Dat brengt zijn totaal op 10 en heeft nu 3 punten voorsprong op de eerste achtervolger, maar er komen vandaag nog 2 beklimmingen van tweede categorie aan, waar er 6 punten te verdienen zijn voor de eerste die daarboven komt. Dus nog een belangrijke dag voor Bas Tietema. Heeft opnieuw 2 medevluchters die geen punten hebben in het bergklassement. Zijn grootste concurrent is er niet bij.
Dus het ziet er mooi uit om voor Bastitema om vandaag zijn berg te verdedigen en zijn voorsprong daarin te versterken. En Bas gaat zich opnieuw opmaken om te gaan sprinten voor de bergtrui. En dat gaan we dan nu doen. Dat gaan we nu aanzetten. En dan is de vraag of we die andere twee gaan kloppen. Tegen Gutierrez gaan we het wellicht moeten afleggen, denk ik. Jawel, die gaat eerst over de top komen, maar Bastitema is tweede. En dan pakt hij 4 punten. Dus dat is ook weer een mooie uitslag. We zijn nu bezig aan de zwaarste beklimming van dit rondje. Een klim van tweede categorie, de Mirador La Punta. En voorin is er een scheurtje. Atencio, die ligt eraf. En dan zijn we enkel weg met Gutierrez. En dan gaan we het onder ons twee uitmaken. Wie hier zelfs als eerste gaat bovenkomen. Ik ga hier nu stilaan toch al wel wat tempo maken. Gutierrez die laat voorlopig begaan. Ik ga nog niet beginnen demareren. Dat lijkt me heel vroeg. Gutierrez die gaat nu. Dus dan gaan we gewoon mee in de wielen. Ik denk dat mij wel een verstandige keuze lijkt. Gutierrez die sprint ons wel uit het wiel. Maar valt nu stil. En dan komt Bastitema nog. Maar hij kijkt er net niet over. Jammer. Maar hij pakt wel opnieuw 4 punten, Bas. Dus dat heeft hij fantastisch gedaan. Komt dan op 18 punten. En Gutierrez die komt dan op 12 wellicht. Of op 13. Dus uiteindelijk geen slechte dag voor Bastitema. Heeft het fantastisch goed gedaan in het verdedigen van zijn bergtrui. Nog 8 kilometer en Bas en Gutierrez die zijn ingerekend. Maar dat is perfect. Kan Bas zich nu meteen Kopecky lanceren. Voilà. Dan heeft Bas nog uitstekend werk verricht voor de ploeg. En dan gaan we proberen onze derde ritzege te pakken in dit rondje. De eindzege die is wellicht gaan vliegen. Maar een ritzege erbij, dat zou nog mooi zijn. Voilà, Bas gaat nu aan de kant. Fantastisch gereden vandaag, jongen. En dan gaat Kopecky nu onze trein lanceren. Het is hier lichtjes bergop, dus ik moet een beetje zachter. Een val daar. Nog in het peloton. We moeten iets zachter gaan rijden nog, want het is hier licht bergop. Daar moeten we rekening mee houden, ook bij de sprint niet te vroeg lanceren. We gaan nu de gelletjes geven. Kopecky op 96 nu, nog anderhalve. En dan is nu het ideale moment om te gaan met de Vries. Nog één, dan gaan we nu met Bloem en met Budding komen. En dan denk ik dat we net iets te laat zijn gekomen. Of dan gaat de Vries dan nog winnen? Nee, we zijn er. Oh, Bloem en Budding kunnen niet door. Bloem en Budding kunnen niet door. En dan is het op rechts de Poorter die wint, Maxime de Poorter. Jammer. We zaten ingesloten. Anders hadden we er nog wel uitgekomen en kunnen winnen. Maar het is een 4-5-6 voor onze ploeg. Jammer. David van der Poel die wordt derde. Jammer. Het had wellicht gekund om hier te winnen vandaag. Maar we hadden geen plek om op te schuiven. Hier een hele ploeg die is gewacht op Dotti. Die staat derde in het klassement. Jammer, die gaat heel veel tijd verliezen vandaag. Komt op bijna 3 minuten binnen. En een jammerlijk resultaat voor de ploeg, maar een mooie algemene prestatie ook van Bastitema, die hier eerste wordt in het bergklassement en ook eerste staat in het puntenklassement, want aan de streep zijn er blijkbaar geen punten te verdienen. Kopecky die heeft nog steeds het wit, dat is natuurlijk ook een mooi doel voor ons. En dan gaan we nu meteen die laatste etappe rijden. Een hele rare koerssituatie hier. Ineens zijn we met 10 man weggereden uit het peloton. Met onder andere de gele trui en ook Kopecky is mee. Een heel rare situatie hier. Het peloton, die rijden wel, maar ook niet helemaal vol. Daar komt nu wel Korsjens. Misschien moet ik dan wel proberen hier mee te gaan. Rare situatie. Korsjens die rijdt daar dan ook weer weg van het peloton. Er gebeuren hier rare dingen vandaag. Je ziet of dat ze hier vooraan wel blijven rijden. Het is een heel rare koerssituatie hier in de laatste slotrit. Daar komt nu wel Korsjens die daar heel snel komt. Die daar wellicht de peloton misschien wel in stukken gaat rijden hier op die stijl puistje. Ja, hier gaan ze toch wel moeten oppassen straks dat hier geen gaten vallen. Daar kunnen we dan weer gebruik van maken. Zeker ook hier op dit stukje weer. Dan gaan ze daar weer vooraan tempo maken. En voorlopig nog altijd meer dan 30 seconden voorsprong. Ondertussen hier opletten dat hier geen gaten vallen. Dat hier het peloton niet scheurt hier. Ja, dit kan nog wel een interessante rit worden hoor. Dit kan nog wel een interessante rit worden. De groep met Kopecky en de gele trui is intussen gegrepen. En dan zag Bastitema mooi zijn kans om de sprong te maken naar de vroege vlucht.
Dat is gelukt en nu zit hij hier op 1,5 kilometer van die tussensprint. Hij gaat hier opschuiven om de volle te kunnen sprinten. En dan moet hij het wel afleggen, denk ik. Oeh, dat wordt nog spannend. Gaat Bas Dietmar, gaat hier tweede worden, denk ik. Maar dat is wel voldoende voorlopig. Om zijn groene trui veilig te stellen. En met nog 67 kilometer te gaan, heeft de vroege vlucht nog altijd 2 minuten 30 voorsprong. Nog 44 kilometer tot de volgende tussensprint. Dat is het doel, denk ik, van deze vlucht. Daar nog geraken. En dan zullen we wel zien waar het schip strandt voor Bas Dietmar in de puntentrui. De laatste sprint en Bas Dietmar gaat hem pakken, denk ik. Jawel, Bas Dietmar, die zet de puntjes op de i en pakt de laatste tussensprint van dit rondje en pakt daarmee ook de puntenklassement. Dat is een fantastische prestatie. Heeft het bergklassement natuurlijk al op zak en heeft nu ook het puntenklassement op zak. Dus een heel succesvol rondje voor Bas Dietmar. Nog 20 kilometer. Het peloton zit op een minuut, dus dat gaan we wellicht niet meer redden met de vroege vlucht. Maar Bas Dietmar heeft dat fantastisch gedaan. Voilà, daar komt nu dat klimmetje en dan gaan we aanvallen met Hartijs de Vries. En dan gaan we proberen hier het peloton helemaal uit elkaar te rijden. Dat lukt. De gele trui die is niet mee. En dan moet de Vries nu vlammen op 99. Vol. Met 19 man zijn we weg. De gele trui die is niet mee. De rest die volgt toch op een grotere achterstand. Dan moeten we nu met Joren Bloemal gaan. We gaan ons proberen voor Kopecky te gaan. Met Budding dan sprinten met Kopecky in het wiel. Voorlopig nog altijd een mooie voorsprong. Ruiz probeert dat gat voor zijn kopman te dichten. Het peloton, dat is half gezien. Dan gaan we proberen een mooie uitslag te rijden. Met Kopecky in de hoop dat we misschien toch nog het finale algemene klassement naar ons toe kunnen trekken. Dan gaan we nu met Budding gaan. Met Kopecky in het wiel. Spannend. Dan gaat Kopecky nu aanzetten. Hij gaat kort komen, denk ik, voor de zege. Misschien pakt hij nog bonies. Dat doet hij niet, maar hij gaat wel mooi eindigen. Gaat een mooie voorsprong pakken. Op de rest. Dan komt nu Mendoza. Daar komt de gele trui. Die verliest bijna een minuut. En dan komt het peloton daar nog achter. Die komen nu hier. En dan is de vraag hoeveel plekken dat Kopecky nog heeft kunnen opschuiven. Misschien nog een top 5. Einduitslag voor Thomas Kopecky, maar toch mooi gereden van de ploeg. Mooi de koers hard gemaakt op dat laatste heuveltje. Dan gaan we meteen kijken wat dat oplevert voor Kopecky in het eindklassement van deze ronde. Hij wordt vierde op 23 seconden, dus een eindoverwinning met bonus seconden had er niet in gezeten. Dan was hij dertiende op 13 seconden geëindigd, liever op een tweede plek. Maar het is een vierde plek voor Thomas Kopecky. Bloem, Budding en De Vries die komen daar nog de top 15 binnen. Het puntenklassement is voor Bas Dietmar, het bergklassement is voor Bas Dietmar en uiteraard is de jongere trui voor Thomas Kopecky. We hebben toch 3 truien kunnen verzamelen in dit rondje. Dus een fantastisch resultaat voor de ploeg. En dan is dit het einde van deze video. En dan beginnen we volgende video eindelijk met het lang verwachte voorjaar. Met eerst nog een eendagscours in Turkije, maar met daarna Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samin, de Ster van Zwolle en ook de grote prijs Pierre Montserrat. Dus dat zijn fantastisch mooie koersen om te mogen rijden met de ploeg. En dan wordt het deelnemersveld natuurlijk wel een heel pak moeilijker en sterker. Maar dan is natuurlijk een mooie uitslag rijden eens zo mooi. Daar kijken we heel hard naar uit natuurlijk. Maar dat is voor volgende week. Ik zie jullie dan weer bij een nieuwe video. Ciao, ciao.